En de culturele organisatie NAX heeft gisteren voor de 6e keer op rij de iconenkalender uitgebracht. Deze kalender bevat jaarlijks 12 nieuwe Surinamers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname en daarom door de organisatie worden geëerd. NAX-voorzitter Sigmund Staphorst zegt dat via de iconenkalenders er een cruciaal deel van de Surinaamse geschiedenis wordt vastgelegd. Dat maakt dat deze kalenders een belangrijk deel zijn van het Surinaams erfgoed. Staphorst geeft ook aan dat de organisatie bewust is van de waarde van de vastlegging van de informatie die door het leven en werk van deze bijzondere Surinamers is ontwikkeld en neergezet. Ze benadrukt dat indien er voorbijgegaan wordt aan deze bijdrage aan de historie, het Surinaams volk dan zelf bezig is te werken aan het verloochenen van een belangrijk stuk van de ontwikkeling van ons land. Vanwege het belang daarvan zet NAX zich elk jaar weer in om te graven naar het stukje erfgoed en historie dat onze voorbeeldpersonen hebben gecreëerd, maar dat jammer genoeg aan velen voorbij gaat. Wij maken dat allemaal zichtbaar via de kalenders die nu reeds 7 edities telt en dus 84 nationale voorbeeldpersonen. Belangrijk is dat we het niet laten bij de uitgifte van de kalenders. We brengen periodiek op de data die belangrijk zijn voor de iconen, bijvoorbeeld hun jaardagen, bigiari, sterfdagen, de info over hun leven en hun werk naar de bevolking. Staphorst geeft verder aan dat de schooljeugd jaarlijks betrokken wordt, zodat deze informatie met hen gedeeld kan worden. Dit gebeurt via de populaire schoolleren-iconen-expositie. Ze zegt dat het de organisatie goed doet om te weten dat tijdens de expositie er heel veel belangstelling is van de schoolleren, maar ook de schoolbegeleiders. Ze hebben heel veel belangstelling voor dit documentair erfgoed. Reacties als, dit hebben we nooit geweten. We willen meer informatie over onze voorbeeldpersonen. Ze zijn heel belangrijk. We hoeven toch ook niet steeds naar het buitenland te kijken. Dit zijn reacties van onze scholieren, maar ook van hun leerkrachten. Wij van NAX wensten dat we meer konden doen op dit stuk. Het liefst zouden we inderdaad, zoals ze het zelf vragen, elke maand voor elke school informatiebijeenkomsten willen houden als deze. Heel graag als het in ons vermogen lag. Staphorst kijkt uit naar een structurele oplossing en vraagt zich af of dergelijke activiteiten niet door onderwijsinstellingen georganiseerd moeten worden. Ze vindt het een goed idee om leerlingen zelf aan het werk te zetten om informatie op te zoeken van Surinaamse helden.